Ik sta hier in de ruimte waar de uitslagen bekend worden gemaakt. En inderdaad, naast mij staat Ank Bijleveld. Ja, ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. 33%. Ja, ik vind het, moet ik zeggen, dramatisch laag. Ik vond eigenlijk Almere vorige keer al laag. Waren we ook in Nederland eigenlijk aan de onderkant van de grote steden. Maar ik heb nog niet gekeken, maar ik hoorde Rotterdam 38%. En dan is 33% zit daar nog ver onder. En het is bijna 12% minder dan vorige keer. Dus dat is gewoon echt niet goed. Hey, hoe verklaart u dit? Ik vind het moeilijk te verklaren. Dus ik vind ook echt dat we daar, zei ik net ook, met de hele raad naar moeten kijken. Ik ben natuurlijk nog niet zo lang zoals u weet, maar ik denk, dit zegt wel wat over hoe de democratie natuurlijk in deze nieuwe stad leeft. En daar moeten we met de hele gemeenteraad ons op bezinnen. Ja, over die democratie gesproken, hè? De Floriade. Is dat iets wat ermee te maken heeft? Nou, dat zou ik niet weten. Dat kun je gewoon nu niet zeggen. Dat lijkt me echt heel moeilijk, want er waren partijen voor, er waren partijen tegen. Dus dan had je dat ook moeten kunnen zien. En dat zie je ook niet echt, als ik tenminste naar de eerste stembureaus kijk. Dus ik denk niet dat dat de verklaring is. Als ik 33% hoor, dan denk ik, mensen hebben niet het vertrouwen dat het wat uitmaakt. Ja, en dat is natuurlijk zorgelijk, hè? Dat mensen niet opkomen. Het is natuurlijk een nieuwe stad, hè, die nog niet zo lang bestaat. Dat mensen niet de moeite nemen naar de stembus te gaan, vind ik zelf heel moeilijk. In deze tijd waar eigenlijk op een aantal plekken in Europa wordt gevochten voor vrijheid. En dat mensen dan niet zien hoe belangrijk het is wat wij hier hebben. Dat wij hier gewoon met z'n allen kunnen staan in volle vrijheid. En dat mensen daar hun stinkende best voor doen, om dat ook voor elkaar te krijgen. En dat als je niet stemt, je eigenlijk ook niet mag klagen over wat er gebeurt in zo'n gemeente. Dus ik hoop dat we dat besef ook gewoon beter tussen de oren van onze inwoners kunnen krijgen. Nou was het in de voorgaande jaren veel hoger. Hè? Het schommelde de afgelopen 20 jaar rond de 45-50%. Ja, dat vond ik ook laag, moet ik zeggen. Ik vond dat een laag percentage. Was ook aan de onderkant van de grote steden. En dit zit daar nog ver onder. Dus het is gewoon echt bedroevend. Toch nog even met me meegaan hoor, want wat kan nou opeens zo'n zakking verklaren? Ik weet het niet, ik heb geen idee. We moeten ook even kijken hoe het percentage in het hele land is. Hè. Dat heb ik nog niet gehoord. Ik heb alleen zelf de uitslagen van Rotterdam, Nieuwegein en Zwolle gezien op het NOS-journaal. Daar zag ik dat Zwolle, wat ik natuurlijk goed ken, op 64 zat, dat is best wel hoog. Maar Rotterdam op 38%, daar zitten we dan maar ook weer 5% onder. We moeten het gewoon echt bekijken. We moeten echt gewoon hier naar onze eigen stad kijken. En hoe wilt u dat gaan doen? Hoe wilt u deze percentages bij de volgende verkiezingen verhogen? Nou, ik wil daar eerst eens een gesprek over voeren met de gemeenteraad en met de gekozenen straks over wat dat voor hun betekent, dat er zo weinig mensen opkomen. Daar moeten we gewoon deze periode, deze hele komende periode met elkaar aan werken om de betrokkenheid bij onze lokale democratie, en we staan in het hart daarvan, bijna in de raadzaal, om die groter te maken.